Welke kernboodschap wilt u graag meegeven? De kernboodschap is eigenlijk dat de wereld dynamisch is en aan veranderingen onderhevig. De belangrijkste verandering is eigenlijk dat de grondstofprijzen enorm in ontwikkeling zijn. Met name vanaf februari, maar ook daarvoor eigenlijk al. En dat je met die veranderde grondstofprijzen gewoon totaal andere. Uh, voerprijzen krijgt, ander kostenpatroon krijgt. En dat je er dan met name weer goed over na moet denken. van wat zijn dan de acties die je moet gaan uh, nemen. om uh, je bedrijf toch uh, economisch uh, te houden. Want uiteindelijk moet er uh, toch geld verdiend worden. Waarop moeten we ons focussen met deze veranderende prijzen? Ja, het belangrijkste is eigenlijk om uh, voerefficiëntie uh, te verbeteren. Je kunt proberen om het voer, ondanks de hoge grondstofprijzen, proberen om het nog iets scherper in te kopen. Maar belangrijker is eigenlijk om op voerefficiëntie te letten. Zo goed mogelijk voer te voeren aan de juiste varkens op de juiste leeftijd, zodat je verspilling tegengaat. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is een passend ronsoen bij elke leeftijd. En dat zo goed mogelijk te laten verteren. En het tweede punt is eigenlijk als varkens duur zijn, is het nog belangrijker om zo laag mogelijk uitval te hebben. Dat is altijd belangrijk. Maar juist in tijden dat varkens enorm duur zijn, dan is elk procent die je verliest is ook een grotere groter verliespost. Als het gaat om voeding en gezondheid, wat zijn dan de belangrijkste nutritionele zaken waar we op moeten sturen? Als je kijkt naar gezondheid, zeg maar, dan heeft een uh, nutritionist eigenlijk enorm veel tools in zijn toolbox. Uh, en dat gaat over hoe ga je met je eiwit om, hoe ga je met eiwitverteerbaarheid om.